De presentatie van de bijenkas hier in de binnentuin van Economische Zaken is vooral interessant, omdat het een PvdA-staatssecretaris betreft die de sier staat te maken met een PVV-motie. En wie mag er niet op het feestje komen? Juist, Dion Graus. Nee, dat klopt. Ik ben niet uitgenodigd. Nou, mevrouw Dijksma, groot moment, hè? Ja, een klein groot moment. Lacht u? Nou, dat is een mooi moment. Ik ben inderdaad de initiatiefnemer van Bijenkast op overheidsgebouwen. En ik wist het niet eens. Ik moest het via jullie en Radio 1 vernemen. U staat hier toch als PvdA-staatssecretaris. Staat u hier een PVV-motie? Ja, u staat er mooi de sier mee te maken. Nou, ik denk dat het gewoon van grote symbolische waarde is voor eigenlijk de landbouw in Nederland. Goed hè, van die PVV. Goed gedaan hè? Nou, als het een goed idee is, en dat is het in dit geval. Een idee wat overigens ook door heel veel fracties gesteund werd. Want die motie is kamerbreed aangenomen. Dan voer ik dat uit, ja. Toch denkt Samson daar wel wat anders over nu hè? Ja, dat heb ik gezien. En vandaar dit pijnlijke momentje toch wel? Ik ervaar dit niet als pijnlijk. Zodra bijen gaan steken, dan wordt het pijnlijk. Maar daar hebben we nu nog geen last van. Ga grappen maken. Nee, ik ga geen grappen maken. Dat was geen grap? Nee, nou, misschien een klein beetje. Zou dit iets te maken kunnen hebben met het feit dat de PvdA de moties... Die hebben gezegd, we steunen geen moties meer van de PVV. Ja, nu, je merkt het wel hoor. Ik merkte ook laatst, waren we met een heel stel Kamerleden op bezoek bij de koningin en bij de koning. En toen merkte je ook al, je merkt dat de sfeer naar ons anders is geworden. Je merkt toch dat ze de meeste keren toch de rug naar je toe. Ze zijn niet meer zo sympathiek. Mensen waar ik altijd goed mee kan omgaan, die zeggen hier niks meer. Je merkt dat de sfeer, dat de handschoenen uit zijn, laat ik het zo zeggen. En vind je dat vervelend? Nou ja, ik ben wel wat gewend, maar dit is wel heel erg natuurlijk. Jo, Gauws is de indiener van de motie, dus die passeer je nu. Nee, ik passeer hem helemaal niet. Ik heb overal, en als u het vraagt... Heeft u hem uitgenodigd dan? Nee, maar dat hebben we met niemand gedaan. Er zijn ook heel veel andere... Dan passeert u hem toch? Nee, dat doen we niet. Ik zou ook niet weten waarom. Nee, nog een laatste boodschap aan Sharon Dijksma? Nou, bijen. Meer. Dat zou ik graag willen zeggen. Oké. Steun ons. Ga naar poontmoetblijven.nl en druk op die knop.